I'm gonna hold on, hold on to Jesus, hold to the Lamb of Calvary. I'm gonna hold on, hold on to Jesus, and Jesus will hold on to me. Dagteksten van zaterdag 28 januari 2023. 1 Samuel 17 vers 45. David zei tot Goliath: Gij treedt mij tegemoet met zwaard en speer en werpspies, maar ik treed u tegemoet in de naam van de Heere der Heerscharen. David zei tot Goliath: Gij treedt mij tegemoet met zwaard en speer en werpspies, maar ik treed u tegemoet in de naam van de Heere der Heerscharen. 1 Samuel 17 vers 45. Het leerwoord is gehaald uit Romein 12 vers 2. Word niet gelijkvormig aan deze wereld. Word niet gelijkvormig aan deze wereld. Romeinen 12 vers 2. Heer van de hemelse legermachten, u die ons leidt, u die ons stuurt, u die ons gewekt heeft, over ons gewaakt heeft de afgelopen, ons weer heeft doen opstaan, dat wij mogen gaan en staan, vol vrolijkheid en blijdschap. Zo komen we tot u, Heer, en geven u deze dag. We geven u onze gedachten, we geven u onze gevoelens, we geven u onze plannen en elke voorbereiding die wij moeten doen dit weekend. Maar we geven u ook onze rust. Vrede, o Heer, geeft u ons in het hart als wij bij u komen. En zo komen we knielend voor uw troon van genade, omdat wij niets anders kunnen dan u danken, u loven en prijzen en u vragen ons te vergeven. Was ons schoon, Vader. Neem weg alles wat u niet behaagt en gaat u met ons mee. Beschermt u ons, ook onze geliefden, onze familieleden, elk kind, elke volwassene, elk een op de werkvloer vandaag die weekenddiensten draait, we geven ze in uw machtige handen. En wij danken u dat iedereen met een blijmoedig gemoed mag gaan en staan waar u ze ook heen zendt, waar u ook met hen gaat, ook met ons, o Vader. En zo danken wij u dat er weer anderen zijn die een nieuw levensjaar mogen vieren. U mogen danken dat u hen zo ver gebracht heeft. Vader, laten we dankbaar zijn. Laten wij alles wat ons tegenzit leggen in uw machtige handen en zien hoe u het verandert. Vader, u bent onze redding. U bent onze geneesheer, onze verlosser. Vandaar dat wij elke zieke, elk een die pijn heeft, elk een die verdriet heeft, elk een die depressief is, die op straat woont, die geen eten heeft, allemaal brengen we voor u. Elk een die piekert, elk een die niet weet waar ze moeten wonen, wat ze moeten eten, waar ze moeten gaan om hulp. Vader, bij u is hulp te vinden en uw geest gaat ons vooruit om hen te leiden op uw weg. Als zij naar u zoeken, dan laat u zich vinden, maar u stuurt ons ook op weg om hen de weg te wijzen. De weg van het licht ligt ons bij, zodat wij licht kunnen zijn voor een ieder, o Vader, omdat u dat in ons geplant heeft. We vragen u, o Heer, om te zijn met een ieder die zich voorbereidt om diensten te organiseren. Dat ze mogen weten dat u er bent. En dat elk woord dat ze zullen spreken van u komt. Geloofd en geprezen zij u, Heer, als wij ook bidden voor degenen die vanaf de COVID-tijd hun huizen niet meer uitgaan om de diensten te bezoeken, dat u hen aanraakt. Mogen uw geest daar zijn om hen aan te sporen om te komen en gemeenschap met elkaar te hebben. Wanneer we met elkaar zijn, heeft de vijand geen macht om in te breken, omdat we dan samen met u zijn. Uw bouwwerk gaat u met ons, o Heer. Neemt u ons mee op de vleugels van uw liefde, omdat u ons beschermt. In de machtige naam van Koning Jezus. Amen, ja, amen.
I'm gonna hold on to Jesus.